naam is Jeroen Ooyevaar, gemeenteraadslid voor GroenLinks. En schuif hier nu ook voor de tweede keer aan. En heel veel stamtafels daarvoor ben ik ook aanwezig geweest. Nou ja, dat betekent dat jij wat informatie hebt voor ons van de vorige keer, hè? Ja, ja, ik heb toen min of meer vrijwillig de functie van secretaris in de schoot geworpen gekregen. En ik wil eigenlijk even terugkoppelen van de reacties uit de stad en de reacties uit de raad. Dat is allebei eigenlijk wel interessant. En uit de stad hebben we heel veel leuke reacties gehad, ook via Pop-Up TV. Dus die hebben we ook allemaal kunnen zien. Veel views, veel reacties vanuit de stad. Dus dat is heel leuk. En we hebben natuurlijk ook onderwerpen gekregen. We hebben reacties vanuit de stad gekregen van mensen die ook wat willen zeggen. Niet iedereen vindt het even fijn om dat zo publiekelijk te doen, maar we zijn weer wat toegankelijker geworden en dat is gewoon heel erg fijn. Elke keer als er een bij komt is meegenomen. Zo is dat. En we hebben natuurlijk wat reacties uit de raad gekregen. De vorige keer heb ik dat opgesomd van het lijstje met, zonder namen te noemen overigens, hoor, van fracties die wel enthousiast waren en die even de kat uit de boom keken. Nou, de lijst van enthousiaste fracties is in ieder geval een stuk groter geworden, dus dat is heel fijn. We zitten hier nu inderdaad met de drie partijen, Positief Schiedam, fractie Jansen en GroenLinks. Wie ik hier mis, die hier wel zou zijn, is Nihat Ulusoy van CDA. Die was ook heel enthousiast, dus ik hoop dat hij zo meteen nog binnenkomt. En ook enthousiaste reacties hebben we gehad van, nou, in de eerste plaats moet ik natuurlijk Arie Valerius noemen van Leefbaar. Die was hier vorige keer en die was misschien wel het enthousiast voor ons allemaal. En die stuurde een mailtje dat hij op vakantie moest. Blijkbaar had zijn partner iets geboekt. Vervelend, en het leek inderdaad alsof hij het vervelend vond dat hij liever hier was geweest. Dus dat vond ik echt, echt heel leuk. Ook Revik Mokorts van de fractie Mokorts is enthousiast. Zit op dit moment met een nieuwe baan en kan het even niet bolwerken, maar wil zeker een keer komen aanschuiven. Het geldt ook voor Eetse de Boer van de ChristenUnie SGP. Het is nu herfstvakantie, hebben we geen rekening mee gehouden. Die ook op vakantie is, maar die een volgende keer heel graag aanschuift. Ja, dat is de tweede man, hè, van hun partij. Ja, die zit niet in de raad, maar... Dat is de opvolgende raadslid, ja. En ook Andreas Rozen van Gemeentebelangen heeft van de week gezegd dat als hij het kon bolwerken met zijn werk, dus in de zaken, dat hij dan even langs zou komen. Hij is hier niet, dus ik maak eruit op dat de zaken goed gaan en dat is op zich ook goed nieuws voor hem. En dan zijn er dus nog 5 fracties over die, waarvan de 3 hebben toegegeven of hebben aangegeven dat ze geen behoefte hebben aan een stamtafel als deze. En dan nog 2 fracties die, ja, die een beetje de kat uit de boom lijken te kijken. Die geven geen heel duidelijk antwoord. Maar dat is een beetje de score. Maar eigenlijk hebben we dus 8 fracties die dit een interessant concept vinden. En ja. Dus ik constateer eruit dat dit concept groeiende is. En de komende 3 keren staan we weer op Winterland. Zijn we al uitgenodigd. Dus het wordt steeds, groter wat mij betreft. Ik heb toch begrepen, als we van elke fractie de fractieleider uitnodigen, dat we dan al bijna de halve gemeenteraad aan tafel hebben. Hè? Het scheelt weinig. Er zijn 13 fracties. Ja. Oké. We gaan even verder naar je overbuurvrouw. Die is de vorige keer aanwezig geweest. En die heeft een probleem, een vraagstelling op tafel gelegd. En misschien kun je even uitleggen wat er toen gebeurde. Dan kan Jeroen keurig antwoord geven. De vorige keer heb ik dus een aantal mensen gesproken. En na afloop van de uitzending heb ik ook met een aantal mensen gesproken. Een aantal e-mailadressen, telefoonnummers gekregen van mensen die mij wellicht konden helpen. Of die mij in ieder geval verder konden helpen. Ron van der Ende zat hier de vorige keer aan tafel. Die is van G1000 en die heeft mij in contact gebracht met Chris Noordam. En dat is een vreselijk enthousiaste meneer die mij heel erg aan het helpen is met mijn ondernemingsplan en met projectplannen. En dus dat is voor mij heel waardevol. En ik heb onder andere ook nog een gesprek gehad met Jeroen. Ik heb Arie Valerius van de week aan de telefoon gehad en die zei inderdaad, ik sta nog net niet met mijn koffer in mijn hand. Dus na zijn vakantie ga ik met hem nog een afspraak maken. Ik heb dinsdag een gesprek met mevrouw Beulen, die gaat over dierenwelzijn in Schiedam. En ik heb zo een heleboel mensen leren kennen en een heleboel e-mail contacten en telefoonnummers gekregen. Praten is één en doen is anders. Zit er ook wat in het verschiet? Op dit moment nog niet echt, maar ik hoop dat op het moment dat ik mijn ondernemingsplan goed in orde heb en want dat hebben verschillende mensen ook aangegeven, waaronder jij ook, van ja, als jij een goed projectplan hebt, dan kunnen wij daar wat mee, dan kunnen we ook aantonen dat dat er inderdaad behoefte aan is. En daar ben ik dus op dit moment ook nog steeds druk mee bezig. Enquêtes worden nog steeds ingevuld.
Ik heb een de handtekeningenlijst die groeit nog steeds. Daar komen nog iedere keer handtekeningen bij. Dus en het, nou ja, ik kwam van de week iemand tegen die zei: u bent toch die mevrouw van die hondenspeeltuin? En dus het leeft wel. En nou ja, of mensen nou wel of geen hond hebben, iedereen is enthousiast. Iedereen ja, vindt het een leuk idee. Ja, iedereen ziet het zitten. Dus ik hoop dat ik ja, met hoe meer mensen ik bereik en hoe meer contacten ik krijg met mensen, hoe meer het idee vorm gaat krijgen. Jeroen, nog wat aan toe te voegen of heeft ze alles verteld? Ja, eigenlijk heeft ze alles verteld. En dat was vorige keer eigenlijk ook de conclusie. Van, de stamtafel is natuurlijk niet alleen de bedoeling dat wij hier... Het is sowieso niet de bedoeling dat wij hier een raadsvergadering gaan houden. Dus we nemen geen beslissingen. We zeggen ook nooit iets toe. Maar in dit geval was het wel zo dat iedereen het een interessant idee vond. En dus inderdaad, zoals iedereen vertelt, we allemaal suggesties hebben gegeven. Nou, zoek dit eens uit en ga hier eens naar kijken. En het balletje rolt al, want iedereen weet van jou. En dat is eigenlijk ook een beetje het idee van nou ja, wat ik dan de nieuwe politiek noem. Enerzijds heb je natuurlijk een faciliterend bestuur van de stad, maar je hebt ook hele actieve burgers. En dat moet je met elkaar zien te verenigen. En ik denk dat dit een heel goed voorbeeld is. Ja. Gezellig, hè, met de draaiorgel op de achtergrond. Ja, hartstikke leuk. Maar de deur gaat dicht, dus wordt het iets minder. Er zijn ongetwijfeld nog meer. Wou je nog wat toevoegen? Eigenlijk? Nee hoor. Ik, we gaan vrolijk verder. Ja hoor. En de volgende keer weer een stukje verder. Hè? Dan kom ik hier weer vertellen hoe het is. Hoeveel honden heb je zelf? Ik heb er zelf twee. Twee. Ja. Het gaat goed met ze. Ja, het gaat hartstikke goed met ze. Je zit er mee te kijken nou natuurlijk. Ja, ongetwijfeld. Bedankt. Er zijn nog wat meer terugkoppelingen. Jeroen, onder andere van je buurman. Met name de wateroverlast, waar we het net heel even over hebben gehad. Heeft de gemeente al gezegd waar het aan ligt, Kees? Nou, niet duidelijk kunnen krijgen waar het aan ligt. Ik wacht nog steeds op de beantwoording van de schriftelijke vragen. Er staat 6 weken voor, dus nou, we hebben nog zo'n 2 weken te gaan. En dan trek ik dan toch echt aan de bel van... ik snap best dat het een moeilijke materie is en dat de antwoorden ook niet makkelijk te geven zijn. Maar ja, ze moeten er wel komen. Maar het moet toch technisch even uitgezocht worden? Dat kan toch niet zo moeilijk zijn, hè? Nee, maar ja, ik ben raadslid en ik heb geen inzicht in de kanalen die de gemeentelijke administratie moet aflopen. Dus we wachten af. Ondertussen steek ik wel mijn licht op met de mensen in mijn netwerk die wel technisch onderlegd zijn. Dus ik hoop toch wel een weerwoord te kunnen geven met bepaalde uitkomsten. Zijn die mensen verbaasd dat zoiets gebeurt? Verbaasd. Nou ja, er zijn een hoop vragen. Onder andere het gemaal wat dan ineens aanslaat. Ja, als dat gemaal aanslaat, dan is het ook binnen een kwartier weg, die wateroverlast. Want ik zag in die nacht letterlijk toen ik buiten stond, want het was pal voor mijn deur op de Oostsingel, dat binnen een kwartier trekt het water weg. Maar dan betekent dat het gemaal aanstaat. Ja, maar wel een kwartier te laat dan natuurlijk. Hè? Zonder meer te laat. Dus aan de overkant 2 decimeter water staat in de huizen. Dat het water door de voordeur, door de woonkamer, door de achterdeur weer naar buiten stroomt. Ja, dat is natuurlijk ontzettend verschrikkelijk. Maar jij hebt het dossier niet gesloten. Je hebt vragen gesteld. Je wacht op antwoorden. En uiteraard op antwoorden waar je wat mee kunt, neem ik aan. Ja, ik heb donderdag wel samen met Arjan Kuijn van D66 een gesprek gehad met de wethouder, Alex van Steenderen. Die heeft gesprekken gevoerd met bewoners van de Oosterstraat. Ja, die zijn toch heel erg zwaar getroffen. Ja, het is een complex gebeuren met huizen die niet onderhuid zijn, langzaam verzakt de boel daar. Dat stuk tussen de Singel en de Svelix-Singel, ja, het is eigenlijk een vorm van een badkuip. Ja, en je kunt niet dan ongestraft het grondwaterpeil verlagen, want er staat in het hogere stuk, achter de Verswindenstraat, ja, we vallen de fundering droog en er zijn houten palen, ja, daar raak je van regen in het rup, dus... Er wordt nog naar gekeken, er wordt onderzocht. Het is ook een landelijk probleem onder andere. Dus ja, de wethouder steekt zijn licht en zijn informatie. Ja, ik zie de wethouder regelmatig door de Oostsingel lopen. Dus ik hoop een keer dat er wat plassen staan. Dan weet hij tenminste waar we het over hebben. Hè? Maar niet te hoog dan. Dat klopt. Oké, je houdt het in de gaten. Dankjewel. Ik hou het in de gaten, ja. Dankjewel. Jeroen, hadden we nog meer terugkoppelingen? Ja, er waren nog 2 vragen. We hadden Annette Jonge vorige keer te gast. Die eigenlijk vroeg van... Ja, hoe kan ik nou als startende ondernemer bij de gemeente informatie krijgen over nou ja, hoe is het vestigingsklimaat, wat zijn de cijfers van de passanten en al dat soort dingen. Frans Hamerslag heeft dat, die heeft die vraag gesteld en Frans is er vandaag niet, dus vandaag heeft hij mij doorgegeven. Hij heeft op 24 september een e-mail gestuurd naar de wethouder. Daar heeft hij op 11 oktober een reminder over gestuurd.
En toen heeft hij op 12 oktober een antwoord gekregen dat het uitgezet is in de organisatie. Dat hij er wat druk op zou zetten, de wethouder. Dus, het is uitgezet in ja, de organisatie? Ja, als in dat de vraag is gesteld binnen bij het ambtelijk apparaat. Ja, ja. Nou ja, 12 oktober zou daar dus wat druk op gezet worden. Vooralsnog is er nog geen antwoord. Dus het geeft eigenlijk wel aan dat mevrouw Jonge wel een terechte vraag stelt. Want als je als ondernemer dat soort cijfers wil hebben, zouden die natuurlijk gewoon wat makkelijker beschikbaar moeten zijn dan dat nu blijkt. Je moet toch redelijk beslagen een onderneming beginnen in Schiedam. Hè? Ja, dus ik overweeg zelf wel om daar, want dat is natuurlijk ook een van de functies van die stamtafel, dat wij een wat meer agenderende functie hebben. Nou, ik zie hier wel een signaal van, ik denk, daar moeten wij als raad eigenlijk wat mee doen. Dus daar moeten we na afloop wat mij betreft de koppen dus over wel. Het komt ook meer dat zij wilden wat cijfers hebben van de gemeente, waardoor ze wat makkelijker een onderneming kon beginnen, zodat ze wist waar ze aan begon. Nou ja, blijkbaar zijn ze niet zo makkelijk voorhanden dat er binnen een dag een antwoord kan worden gegeven. Dat zou denk ik voor startende ondernemers, en die hebben we nodig, nou, we zien het allemaal hier in de binnenstad, zou dat heel fijn zijn als dat toegankelijker zou zijn. Ja. Het heeft nog steeds de aandacht, zullen we maar zeggen. Ja, het heeft aandacht. We vergeten het niet. Oké, nog meer? En dan was er nog een vraag van Ron van den Ende over het dakpark, over het burgerinitiatief. Ja. Ik heb daar wethouder Stam, heel toepasselijk met de stamtafel, heb ik daar even over gesproken. En die heeft te kennen gegeven dat in ieder geval de eigenaar van het pand nu, dus het zwembad, dat die, nou ja, die was natuurlijk een beetje slordig in zijn bezit, om het maar zo uit te drukken. En die houdt zich nu aan de regels. Dus in die zin is er nou geen hefboom om er echt iets aan te kunnen doen. Ja, ja. Ik bedoel, als er iets lekt, dan wordt dat wel opgelost. Minimaal weliswaar, maar het wordt opgelost. Ja, ja. En ja, het burgerinitiatief zelf, daarvan is eigenlijk de vraag van, want het is een heel leuk initiatief. En ik denk dat de gemeente daar ook wel wat in ziet. Maar tegelijkertijd hebben wij als raad natuurlijk gezegd van, wij willen geen gemeentelijk vastgoed meer. Of althans niet meer dan nodig. En dit zou dan, als de gemeente zo'n pand zou kopen, dan zouden we eigenlijk dus tegen het raadsbesluit ingaan. En misschien is het interessant, ook als burgerinitiatief, om eens te onderzoeken. De heer Bode, Bernard Bode, die is het ook met ons. Ja, ja. Die noemt cijfers. Ik heb geen idee of ze kloppen, maar die zegt dat het ongeveer 2 ton kost om zo'n pand te kopen. En ongeveer 1 ton om het te slopen. Dus nou ja, er zijn 100 omwonenden. Ja, ja. Misschien is er een mogelijkheid dat de gemeente meer faciliterend optreedt. En dat de bewoners in gezamenlijkheid, als een soort mandeligheid, een soort crowdfunding binnen de groep daar. Ja, en die dan gezamenlijk dat bedrag bij elkaar lenen. Of dat de gemeente daar misschien een lening voor beschikt. Ik verzin maar wat opties. Maar ik kan me voorstellen dat hier ook weer zo'n voorbeeld is waarvan mogelijkheden uit de samenleving, dat de samenleving niet aan de gemeente moet vragen, doen jullie maar alles. De gemeente ook zeker niet aan de samenleving moet vragen, doen jullie maar alles. Maar dat daar in samenwerking misschien best wel iets moois kan ontstaan. Nou ja, ik vind het wel een mooi project voor deze tafel, vind je niet? Wat we kunnen blijven voor. Dit is een interessant iets, ja. Ja, goed. Hebben we het nu gehad allemaal? Dit waren de terugkoppelingen van de vorige keer. Oké, ja. Dan gaan we kijken. We hebben wat mensen binnengekregen. Het zij aan tafel, het zij even via de microfoon van John, gaan we kijken of Irene van Roon uit de wijk Oost, die hebben we net aan de tafel gehad, dus die slaan we dan maar gelijk over. Die is helemaal voorzien. Die zit helemaal in het spoor. Dan hebben we op het volgende, op het lijstje, Serge van de Kuil. Kun jij even kijken waar die zit? Of wilt u even komen? Of wilt u bij John aan de microfoon? En dan gaan we hij ook komt gewoon een setting wisselen. Oh ja, wat je wil. Maar er is nog steeds een stoel vrij, dus het kan wel. En die meneer gaat even wisselen. Kijk, dat is het leuke van de stamtafel. Ja. Het is net een ijshockeywedstrijd. Af en toe gaat er iemand weg en af en toe komt er weer iemand terug. Het is een wissel, ja. We doen even zo en dan, als u even de microfoon pakt, dan hebben we weer wat mensen aan tafel. Ik ga zo met u praten. We hebben hier meneer Jansen aan tafel gekregen. Die gaat zichzelf even heel snel voorstellen. René Jansen van de fractie Jansen hier in de Schiedamse gemeenteraad. Sneller kan niet, hè. En een dame naast mij. Mijn naam is Katinka de Rover en ik ben van de fractie GroenLinks. GroenLinks, kijk, u zou het niet direct zeggen in uw prachtige blouse, maar toch GroenLinks. De meneer naast mij, van de Kuil. Hallo. Wat heeft u op uw lever, of is dat wel erg cru gesteld? Nou, mijn lever is nog in orde, dus dat scheelt. Als u iets meer in de microfoon wil praten, dank u wel. Nou, dat komt helemaal goed. Heel kort en bondig, ik kan daar heel erg over uitweiden, maar dat doe ik niet. Want het is namelijk een zaak die al speelt vanaf 2009. Waar het heel kort op neerkomt is, er is een traject aangevraagd in 2009 in het verleden door mij aangaande schuldhulpverlening. Daarin zijn een hele hoop fouten gemaakt door de gemeente Schiedam, waar ook rechtszaken aan verbonden zijn. De rechter heeft oordeel geveld en de gemeente Schiedam komt zijn verplichtingen niet na. Okay. En ik ben dus benieuwd, punt 1, waarom niet?
En wat daar nog binnen de gemeente zelf aan gedaan kan worden om zeker de schade te beperken. Ja, ja. Dat is geen juridische kwestie, denkt u, maar ook een politieke kwestie. Ik denk dat het allemaal samenhangt. Ja, ja, ja. Ja. Een van de dames, zeker hier aan tafel. Enig idee? De dame? Volgens mij heeft de zaak ook in de krant gestaan, dat weet ik niet zeker. Ja. Dan heb ik inderdaad, ik heb er het een en ander over gelezen. Maar het is een rechtszaak geweest inderdaad tussen de gemeente Schiedam en u. En als daar een vonnis door de rechter is geveld inderdaad, dan vind ik inderdaad dat de gemeente inderdaad daad bij het woord moet gaan voegen inderdaad. Het enige wat ik eigenlijk op dit moment voor u kan aanraden, of eigenlijk dat wij vragen bij de wethouder gaan stellen inderdaad hoe het in zaken deze zaak op dit moment zit inderdaad. Okay. En de wethouder daarop aanspreken dat hij de verplichtingen van de gemeente na gaat komen naar u toe. Oké, dat zou wel heel fijn zijn, want de burgemeester heeft namelijk enige gesprek geweigerd. Dus vandaar dat ik ook nu aan deze tafel zit om alle hulpmiddelen zeg maar te vergaren. Omdat ik gewoon eigenlijk tot op heden krijg ik alleen maar tegenwerking van de gemeente Schiedam. Terwijl er wel een overduidelijke sprake is van wanprestatie en grove nalatigheid. Dus vandaar dat ik toch wel een beroep op u ook persoonlijk wil doen van alsjeblieft, stel deze zaak voor. Ik wil ook alle documentatie toespelen als dat nodig is. Nou, dat is wel elementair. In zo'n dossier, ik heb er ook over gelezen in de krant. En ik werk in deze branche, in de schuldhulpverleningsbranche, niet vanuit gemeentelijke organisaties, maar hoofdzakelijk vanuit beschermingsbewind en de wettelijke schuldsanering, dat terzijde. Maar ja, ik heb geen kennis van het vonnis, van de inhoud van het vonnis. Is het een vonnis door een lagere rechter gewezen? Zou de gemeente nog in hoger beroep kunnen? Dus wat is de stand van het verhaal? Het vonnis waar ik over praat is een civielrechtelijk vonnis. Ik zal heel kort en bondig daarover zijn, een paar highlights eruit pakken over de beoordeling van de rechtbank toen de tijd. Er staat hier in de beoordeling van het vonnis van 27 februari 2015 vertraging voor rekening en risico van de gemeente Schiedam. Ga ik verder naar 4.3. Niet aannemelijk is dat gemeente Schiedam met het inzetten van dergelijke gedetacheerde externe kracht heeft voldaan aan haar verplichtingen om een derde in te schakelen. Aangaande het traject, even als toelichting. Dan gaan we verder naar in die situatie heeft Van der Kuil, ikzelf dus, zich terecht op het standpunt gesteld dat nog steeds niet werd voldaan aan het inschakelen van een derde. Gaan we verder. Dat de derde persoon uiteindelijk wat ter verantwoording van de gemeente Schiedam kwam, uiteindelijk door mijzelf is aangedragen. En dan uiteindelijk het afwijzen van voornoemde vordering, en dan praten we over een zitting van comparitie van 9 september 2014... betekent niet dat ook de gevorderde schadevergoeding dient te worden afgewezen. En daarin is de gemeente Schiedam al reeds veroordeeld om daar een bedrag gelijk al aan te voldoen van €500. En dit gaat dan puur over de kosten van september, van de schikkingszitting, tot aan heden. En tot op heden heb ik nog niks mogen ontvangen van de gemeente Schiedam. En ze hebben er eigenlijk een klein beetje, op z'n plat Rotterdams gezegd, maling aan om mij te voorzien in mijn tekortkoming. Als ik even mag, ik ken het dossier van de heer Van der Kuil. Ik heb tot vorig jaar heb ik het dossier ook volledig digitaal, dus dat zal ik in ieder geval aan jullie beiden toespelen. Daar is tot op dit moment weinig mee gedaan, omdat tot vorige maand geloof ik er nog een rechtszaak liep. Klopt, ja. En op het moment dat er rechtszaken lopen, dan kunnen wij als gemeenteraad heel weinig doen, want dan krijgen wij te horen, het ligt onder de rechter. Maar er is dus een digitaal dossier en ik denk dat het tijd wordt dat we dat gaan inzetten en gezamenlijk is gaan vragen bij het college hoe het zit. Dat lijkt me ook de juiste weg. Ja. Hartstikke fijn. Zeker. Ja. Ja, en dat lijkt me als het over schuldhulpverlening gaat, dat de tijd dringt. Hè? Want dan gaat het over geld wat erg nodig is. Het is inmiddels is er een hele berg eigenlijk door mijzelf wel opgelost. Ik bedoel, ik heb niet stilgezeten of zo. Waar het mij om gaat, het is niet alleen de schadevergoeding waar ik achteraan zit. Maar het is ook nu een soort van principiële kwestie. Want dankzij de gemeente Schiedam is mijn naam door het slijk gehaald, om het maar even heel plat te zeggen. En er is gewoon geen toegeving tot fouten. Ik heb dus op 8 oktober jongsleden heb ik bij de bezwaarschriftencommissie een hoorzitting gehad.
En daar zeg ik op een gegeven moment tegen de persoon van de gemeente Schiedam, zeg ik van, joh, vertel mij eens vanaf wanneer speelt dit dossier? En dan zit ze te kijken naar het overzicht en dan zegt ze, ik heb hier staan 2013. Ik zeg, nou, ik heb hier een brief dat het al vanaf 2009 is. Ik zeg, sorry, ik zeg, maar u heeft een half dossier. En u beweert dat ik weiger om traject te volgen, want ik ben al tot twee keer toe ben ik uit het traject gezet. Terwijl de rechter heeft gezegd, nou, dat is onterecht. En nu hebben ze het voor een derde keer weer gedaan en daar is de laatste zitting over gegaan. En dan vervolgens kennen ze helemaal geen gegevens verstrekken. Ja, er staat hier in de samenvatting dat u geweigerd heeft. Ik zeg, nee, ik wil bewijzen zien. En ze kan geen bewijzen overhandigen. Daarentegen heb ik alle bewijsstukken overhandigd naar de bezwaarschriftencommissie. Met e-mails en dergelijke. Dat ik al mijn verplichtingen ben nagekomen. Tot in de detail. Ik zie uw buurman ja knikken. Ja, het klinkt bekend wat de heer Van der Kuil vertelt. In zijn dossier is het een herhaling van miscommunicatie. De heer Van der Kuil heeft op verschillende punten gesprekken aangevraagd met het college en dat is keer op keer geweigerd. Ik begrijp niet helemaal goed waarom, maar ook dat kunnen we nu meenemen in die vraagstelling. Maar ik herken nu wat hij nu vertelt. Op het moment dat je dat dossier ziet, dan zie je dat door de jaren heen telkens terugkomen. Dat er keer op keer verschillende mensen op dat dossier zitten die schijnbaar, ik moet wel voorzichtig zijn met woordkeuze, maar schijnbaar niet precies weten wat ze met dit dossier aan het doen zijn. Dat vind ik heel opvallend in dit dossier. Kun je als raadslid zo'n heel dossier opvragen of is dat... Ik ben raadslid en ik heb het dossier. Ja. Dus ik heb het van de heer Van der Kuil. Hij heeft aan dossiervorming gedaan. De gemeente Schiedam schijnbaar dus niet. Want die kunnen af en toe niet verder terugkijken dan een jaar of twee jaar terug. En ongeacht wie er nu precies gelijk heeft, ben ik wel van mening dat bij zo'n soort dossier in ieder geval de gemeente Schiedam op de hoogte dient te zijn van dat dossier. Ja. Hoe dat en dat meneer ook op de hoogte moet blijven van wat er gaat. Ja, ongeacht of dan de gemeente het gelijk aan hun zijde heeft of de heer Van der Kuil, dat vind ik nog niet eens de zaken doende. Maar op het moment dat je dus te maken krijgt met de ambtenaren die erbij staan, moeten ze wel weten waar ze het over hebben. En meneer Van der Kuil loopt keer op keer tegenaan dat dat niet het geval is. Ja. Het is een voorkomend... verhaal. Niet alleen in Schiedam, maar in heel de gemeentelijke schuldhulpverlening in Nederland. Dat als mensen op een dossier zitten en die wisselen, of ze solliciteren, krijgen een andere baan, of wat anders. Dan komt er een nieuw iemand op een dossier. Die zal zich weer eerst in moeten lezen. En voor zover dat al gebeurt, zeg ik dan heel voorzichtig. Maar de klant, degene die in de problemen zit, die is daar vaak niet mee geholpen, want er komt vertraging in een dossier of zaken worden niet helemaal goed behandeld. Ja. En daar pleit ik sowieso voor, dat daar veel meer aandacht voor is en moet zijn. Ja. Schiedam spant daarin wel de kroon, want ik heb 8 contactpersonen gehad daarin. En een hoop brieven met excuses, want ze hadden te maken met een verhuizing en dergelijke. Ja, sorry, maar als ik moet verhuizen en ik kom mijn afspraken niet na, dan word ik gelijk uit het traject gezet. En ik krijg daar gelijk ook een reprimande van en noem het maar op. Als ik te veel geld heb ontvangen, dan krijg ik gelijk al een bedreiging van de gemeente Schiedam dat ik een fraudeur ben. En andersom, dan zegt de gemeente Schiedam, oh nee, maar wij doen nooit wat fout. Goed, we hebben de zaak afgerond, de heren nemen het op. Nou, hartelijk dank. Dan wordt het dossier nog iets dikker, maar ten gunste van u. En dat u inderdaad netjes antwoord krijgt, want dat is in eerste instantie toch even de bedoeling. Ja, dat is belangrijk, zeker. En dat meerdere mensen er ook van weten, zodat er op een gegeven moment een verbeterende positie komt binnen de gemeente Schiedam. Want dat is wel noodzakelijk. Oké. Bedankt. Dat is het uitgangspunt. En nog een kleine zakelijke mededeling. Wij hebben hier netjes aan tafel een drankje gekregen. De meneer van de overkant van de Hoogstraat, meneer Rob, die kan consumpties opnemen, maar de mensen in de zaal mogen dat ook doen, maar dan voor eigen rekening. Het is mij gevraagd even u mee te delen. De politieke partijen in Schiedam zijn niet zo rijk dat we dit allemaal kunnen bekostigen. We hebben nog iemand in de zaal zitten van zaal Beatrix, Kees. Die mag vast even deze kant op komen, want die heeft ook een vraag. En dan gaan we die even ten gehoorde brengen. Dan ga ik even kijken of ik mijn glaasje bier deze kant op kan krijgen. Want dat is niks zo irritant als je me even ziet. Dank u wel. Geen kans om die van mij te pakken. Kijk, dat kan allemaal. Goedemiddag allemaal. Kees, hartelijk welkom. We hebben elkaar vaker gesproken. Klopt. Je zit om de hoek bij zaal Beatrix. Nou, om de hoek. Ja, een beetje om de hoek. Bijna. Ja. Wat is je vraag? Wat is je probleem? Nou, toevallig heb ik vorige week een brief naar de gemeenteraad gestuurd en naar het college van BMW. Met wat vragen over de verplaatsing van de weekmarkt. En toevallig zag ik de uitnodiging voor dit stamtafelgesprek. En daar stond de verplaatsing van de markt op de agenda. Dus ik denk, nou,
Ik schuif in ieder geval eventjes aan om te kijken wat de plannen zijn. En ja, ja. Wat, moet die verplaatst worden? Of? Nou, er zijn verschillende aspecten die spelen. waar het mij persoonlijk even om gaat, dat is de verplaatsing die eventueel ter sprake komt van de weekmarkt van de overkant in de Lange Kerkstraat op de stoep naar de rijbaan. Waarmee dus eigenlijk mijn bedrijf, Zaal Beatrix, moeilijk of slecht bereikbaar wordt voor bruidsparen. En vrijdag is eigenlijk de trouwdag van de week. Dus daar zou ik persoonlijk niet heel erg blij mee zijn. Ja, en heb je daar een reden voor gekregen waar dat voor is? Er gebeurt natuurlijk nogal het een en ander om de weekmarkt. Hè. De verplaatsing in verband met Winterland. Er zijn wat gesprekken gaande. De nieuwe inrichting van de Broesveld zijn eigenlijk allemaal dingetjes die spelen. En wat ik begrepen heb is dat het grotendeels visueel mooier is als je vanaf het Land van Belofte kijkt en je ziet één lange straat met een markt in plaats van dat er een bochtje in zit, ja, ja. Die er al 30 jaar in zit. Een ethische kwestie wordt het dus. ja, ja. Ja, dat is, iemand dat aan tafel die wel eens op de markt komt en die denkt, meneer heeft gelijk? Nou ja, in de regel ben ik iedere vrijdag wel eventjes op de markt. Dan mag ik mee boodschappen doen, zoals dat heet. en ja, de markt zoals die stond op het stadserf, nou, vond ik op zich ook niet de visueel heel erg mooi. Het, een beetje een rommeltje als je het aan mij vraagt. Ik weet niet hoe de marktmensen er zelf over denken, maar dat laat ik graag aan hun over. Maar als je dan kijkt, de markt die dan voor het ABC-complex langsloopt. Het wordt bijna een hele kleine nauwe doorgang. Mensen met rollators, scootmobielen, kinderwagens. Bijna geen doorkomen aan. Ik weet niet of dat ook een reden is voor het verplaatsen van de markt of anderszins. Maar ja, zoals die er nu bij lag, was het ook niks. Ja, ja. Alleen, wat ik graag wil weten is. Is volgens de ondernemers, en dan de marktkraamondernemers, de gewone ondernemers, maar ook de bewoners van dat gebied, is nu dat participatieproces ook goed verlopen? Is men ook goed gehoord? Is men ook gekend in de plannen? Bij mij weten is er wel een proefopstelling geweest, enige maanden geleden. Ik ben nog eventjes wat bewoners af geweest en gevraagd van, joh, wat vinden jullie ervan? En ik moet eigenlijk concluderen dat niemand in de Lange Kerkstraat een voorstander is voor het verplaatsen van de weekmarkt. Want niemand kan dus meer met zijn auto voor de deur komen op vrijdag. En voor mij geldt het dan voor bruidsparen, leveranciers, mensen die komen versieren, spullen komen brengen, beentjes die komen opbouwen, noem maar op. Maar voor bewoners geldt het natuurlijk op het moment dat zij natuurlijk spullen bij hun eigen woning af moeten zetten. Dan wordt maar die aankondiging nu, is dat alleen in de periode dat Winterland er is? Of nee, dat zou een permanente invulling gaan worden. Ja, ja. Maar ik weet niet wat momenteel de actuele staat is. Dus vandaar dat ik eigenlijk ook hier aan wilde schuiven om te kijken van... Hey. Dus we kunnen even vragen of bij de raadsleden de brief al binnengekomen is. Ja, als het goed is moet die binnen zijn, denk ik. De brief is zeker weten binnengekomen, inderdaad. Die zat in onze laatste raadsvergadering in de ingekomen stukken. En daar heeft de heer Arie Valerius van Leefbaar Schiedam heeft de brief eigenlijk laten agenderen, inderdaad, voor de eerstvolgende commissie, inderdaad. Ja. En daarin gaan wij als raad met elkaar in debat, inderdaad, om te horen wat iedere partij vindt en om een oordeel te gaan vormen, waarna er besluitvorming zal gaan komen, inderdaad, over de weekmarkt. Ja. Nou ja, ik zeg het, ik wil in ieder geval eventjes mijn licht opsteken hier om te kijken van, joh, is de brief aangekomen en wat zijn de standpunten die daar... Ja, en welke commissie is dat en wanneer vergaderen jullie? Dat is de raadscommissie en de eerstvolgende die op de agenda staat is 27 oktober, inderdaad. Oktober. Ik denk als het in maart is, schiet het niet op, maar dat is wel... De eerstvolgende raadscommissie is 27 oktober en als Katinka zegt dat, dat die brief dan geagendeerd staat... Dan wordt hij dan dus behandeld. En dan wordt hij uiteindelijk vastgesteld. De raadsvergadering daarna, dat is een week later. Denk ik. Ja. Ja, en ik denk dat we nu niet vooruit kunnen lopen op de fractiestandpunten. Dat zullen we bij de commissie zal dat komen. Maar u heeft in ieder geval bereikt dat uw brief... In tegenstelling tot een heleboel andere brieven die aan het college en de raad gestuurd wordt, dat die op de agenda gezet is. Dus hij is in behandeling bij de gemeenteraad. Dat heeft hij bereikt. Ja, dat is in ieder geval fijn om te horen. En ik zeg al, ja, januari ben ik 30 jaar ondernemer. Met 30 jaar de markt op dezelfde plaats. Dus naar mijn idee
moet dat nog wel eventjes... Is het nog handig dan, Mart, voor de duur? Kun je dan gelijk spullen kopen voor je zaak? Nou, meestal hebben wij al van tevoren ingekocht. Dat is het erg last minute. Ja. Heel goed. Nou, je hebt gehoord, het zit in de portefeuille, het zit in de commissievergadering. Nee, helder. En, mag ik nog één vraag stellen aan de heer? Ja. U had het erover dat u verschillende bewoners benaderd heeft, maar heeft u ook mede-ondernemers? En hoe denken die erover? Die zijn er ook tegen. Oké, helder. Kijk, helemaal duidelijk. Hartelijk dank. Graag gedaan. We gaan kijken of we plaats kunnen maken voor nog iemand die wat wil vertellen, wat wil vragen. En dan zie ik hier staan Marianne Velderkamp, maar ik weet niet zeker of ik het goed kan lezen. Gaan we even vragen of die aan de tafel wil aanschuiven, zodat zij even kan vertellen. En ik zie hier staan, het gaat over de Noordvest. Hartelijk welkom. Schuif aan. Pak een microfoon, dan hoort 1 uur u beter. En dan mag u even vertellen wat u wilt vertellen. Nou, ik woon zelf aan de Noordvest. U mag even goed in de microfoon praten. Ik woon zelf aan de Noordvest. En het stukje van, wij kijken tegen de vrijheid aan. Dat laatste stukje waar wij zijn gaan wonen. Wij zijn de laatste jaren de bedrijfspandjes verbouwd tot woonhuizen met bedrijfspand. Het valt ons op dat er heel veel toeristen daar lopen. In Schiedam wordt beweerd dat we heel trots op de molens zijn. Maar die route aan de molens, dat ziet er gewoon niet uit. Heel ongezellig. Wij hebben zelf 2 plantenbakken voor de deur staan, waar ik vorig jaar voor €450 zelf aan planten in heb gestopt. Behoorlijk nat. Ja, we hebben 1 keer, 10 jaar geleden, hebben ze die plantenbakken neergezet. Moesten ze zelf onderhouden. Toen hebben we 1 keer wat geld gekregen om ze te laten beplanten. Dat is toen gebeurd. Maar goed, dat is natuurlijk na een paar jaar is dat... Dus we hebben vorig jaar alles eruit gehaald en dat opnieuw erin gedaan. We hebben 1 keer aan de lantaarns plantjes gehad. Dat zag er nog... Het ziet natuurlijk nog niet zo gezellig uit. Dus dat gaf nog een beetje fleur. En dat is maar 1 jaar geweest en... Verder niet meer. Wat wij ook jammer vinden, dat is, de kade is natuurlijk ook niet geweldig. Daar is nu een grote rood-witte afzetting neergezet. De kade is vorig jaar, of een paar maanden geleden, provisorisch gerepareerd. Maar die afzetting die blijft natuurlijk tot in eeuwigheid staan. En dat is echt geen gezicht. Mensen gaan de fietsen eraan hangen. En dus mijn vraag vooral, zou dat niet weggehaald kunnen worden en van die betonnen stootranden neergelegd kunnen worden? Precies op dat stukje waar die palen staan, want dan kunnen de auto's ook niet verder rijden en dan is het toch een veel beter gezicht. Ja, heeft u dat verzoek al ingediend of hebben wij de primeur vandaag? Nee, u heeft de primeur. Kijk. Want ik weet ook niet waar het moet zijn, dan moet ik bij cultuur zijn. Nou, ook daar zijn we voor hier aan tafel, ook al weten de heren niet direct antwoord te geven, kunnen ze u ongetwijfeld vertellen waar u wat naartoe moet sturen of dat u zelf boos op de stoep moet gaan staan. Ja, precies. En het is natuurlijk jammer, want misschien hebben ze dat niet in de gaten, maar er komen echt wel eens een tijdje terug een grote bus met toeristen. En waar kwamen die vandaan? Uit Korea. Ja, die doken mij de plantenbak in, die ze mooi vonden. Maar er lopen natuurlijk heel veel mensen met een blaadje die route. En heeft u dit overigens, ik val u even in de reden, heeft u dit al eens bij het wijkoverleg ook besproken? Of jaren geleden niet? Zijn we daar wel eens... ik moet zeggen, 10 jaar geleden toen we dat ook al een keer hadden aangekaart, hebben we inderdaad die plantenbakken gekregen en nieuwe lantaarnpalen. Want er stonden ook van die rare lantaarnpalen en die zijn wel toen vervangen. Want als het gaat om verfraaiing, dan is er binnen het wijkoverleg vanuit de gemeente budget om plantenbakken, hangplantjes, hanging baskets heet dat, als ik dat goed zeg. Dus daar zit dan wel ruimte in. Alleen als we gaan praten over die rode rand vervangen voor betonnen stootblokken of iets van die strekking, dat is echt wat bij de gemeente terecht moet komen. Bij het een en al ambtenarenapparaat die daar iets mee moet gaan doen. Ja. Ik heb zo ook niet paraat welke persoon, welke afdeling dat is. Wie is dan het aanspreekpunt? Als ik je in de reden kan, René. Voor het groen zou ik binnen het gemeentelijk apparaat zeker bij Piet Bliek even aankloppen. Die weet heel veel van groenvoorzieningen. Bij wie? Piet Bliek. Ja,
Piegeliek. En hij weet heel veel inderdaad van de groenvoorziening binnen Schiedam inderdaad af. En u weet, kan hij ook meekijken inderdaad met het plaatsen van inderdaad van die betonnen blokken inderdaad. Maar je kan ook gaan kijken naar daar een groene oplossing uiteraard. Dan vervraai je het één inderdaad. Dus als je daar weer een bak neerzet inderdaad met groen inderdaad, dan fleur je het één leuk op. Ja, maar dat kan daar niet meer. Dat gaat, nee. Want ik zie de situatie, ik weet ongeveer waar het is inderdaad, maar de rode, rood-witte afzettingen, die kan ik me 1, 2, 3 niet voor me halen. Nee. Maar als er een betonnen blok daar de situatie voor u zou oplossen, dat zou natuurlijk ja, al een, ja, een heel stuk... Ja, een beter gezicht. Ja. Maar dan wel een beetje mooi verf, hè? Vindt u niet? Dat is een beetje grijs beton, dat is niet netjes, hè? Nee, dat moet een beetje leuk zijn, hè? Ja. Van die betonnen... Ja, ja. Moet het dan een beetje gezellig gaan. Maar ja, daar hebben we GroenLinks voor in de stad. Dus die, ja. Nee, want de plek waar de campers staan, daar zitten ook van die betonnen strookjes in de grond. Dus ik denk, nou ja, dat zou misschien wel mogelijk zijn om die daar ook neer te leggen. Probeert u even bij haar het adres te krijgen van meneer Bliek, heette die? Ja. Dan heeft u vast een beginnetje, want u weet alles van de plantjes en de groenvoorziening. Maar waar moet ik dan zijn voor die betonnen aan te vragen of over te praten? Hebben wij een wethouder van betonnen bouw en balken? Nee. Ongetwijfeld. Mag ik misschien naar het bankje even kijken achter u inderdaad? Want daar hebben we een heel comité met advies zitten. We hebben een soort helpdesk achter ons zitten. Het is net 2:45, dit zoeken we even op. Nee, maar ik denk misschien kan ik bij de wethouder van cultuur beginnen, want... De molens vallen daaronder, denk ik. Ja. Ik heb het niet heel goed kunnen verstaan, dus misschien kan de vraag nog heel in 1 seconde zeg maar, worden samengevat. Waar moet mevrouw zich vervoegen als het over betonnen balken gaat om de weg wat af te scheiden? Nee, de stootranden waar een auto tegenaan staat, geparkeerd. Ja. Nou, waar moet ik zijn? Want bij ons staat er nu een houten afscheiding. Dat is geen gezicht en ik zou... Nou, de eerste stap is, en ik vind het heel leuk dat u hier aanschuift, de eerste stap is 14.010, dat is het gemeentelijk loket. Als het goed is, we komen hier aan deze tafel natuurlijk een voorbeeld tegen waarin het niet goed is, maar meestal gaat het goed, dan wordt u daar in een soort trechter gegooid, waardoor u vanzelf bij de juiste persoon uitkomt. Ja? Oh. Dus als, want u zei, wij hebben de primeur, dat waarderen we zeer, maar als u 14.010 meldt, dat is de gemeente, dan komt u, als het goed is, bij de juiste persoon uit. Oké, nou, dan gaan we dat proberen. 14.010, makkelijk onthouden, hè? We wonen allemaal in de buurt van 010. En meneer Bliek, inderdaad. Okay. En meneer Bliek. Hopelijk komt u wat verder. Ja. En de eerste volgende keer dat we bij u langs rijden, ziet het er ineens veel mooier en veel gezelliger uit. Ik hoop het. Oké, bedankt voor uw vraag. En gaan wij verder aan tafel. Ik ga even vragen aan John of er nog iemand in het publiek zit die misschien nog een vraag heeft. Zo niet, dan gaan we zelf eens even wat ter tafel brengen. Ik ga maar wisselen. Oh, u gaat wisselen. Kijk, het is weer net als bij het voetballen. Ja. Hè? Oh, je gaat ook wisselen. Ik blijf dadelijk in mijn eentje over, zeg. Dat is hartstikke gezellig. Ik blijf wel gezellig zitten. Oké, gezellig. Goed zo. Okay. Ja, ga daar maar zitten, zo. Ja, of de wissels aan tafel net zo goed uitvallen als bij het Nederlands elftal, dat valt te betwijfelen. Maar we gaan een poging wagen. Met wie hebben wij het genoegen erbij gekregen? Mijn naam is Arie van Wingerden. Ik ben... gemeenteraadslid voor de fractie Jansen. De fractie Jansen, dus de overbuurman is geen onbekende voor u? Ik heb er bijna dagelijks mee te maken. Dagelijks mee te maken, oké. We hebben geen vragen meer uit het publiek gekregen. Er zijn een aantal kwesties die nogal spelen in Schiedam. Met name de kraamafdeling in het Vlietland ziekenhuis. Die zou moeten verdwijnen, want die zou dan verplaatst moeten worden naar het Franciscus in Rotterdam. Er zijn maar weinig Schiedammers die het daarmee eens zijn. Kan de politiek hier iets aan doen? Ik denk het haast niet, in de zin van het feit, het is natuurlijk een beslissing van de onderneming ziekenfondsen, de gefuseerde ziekenhuizen, sorry. En ja, als die dat, ik denk dat ze misschien op hun besluit terug kunnen komen als er echt heel veel commotie ontstaat vanuit de belanghebbenden en de bewoners van Schiedam. Ja, ja. Maar in principe heeft de gemeente daar, of de gemeenteraad, daar geen invloed op natuurlijk. Maar niet heel veel druk uitoefenen. Volgende week worden de handtekeningen overhandigd, heeft u getekend?
ze zijn nog niet bij mij langs geweest. Oh, ze zijn nog niet langs geweest. Ik ben ook, moet ik eerlijk zeggen, niet in de positie dat ik me nog heel druk moet maken over persoonlijk dan over kraamafdeling. Maar nee. Dat wil niet zeggen dat het niet mijn aandacht heeft natuurlijk. U bent tenslotte volksvertegenwoordiger in Schiedam, dus u vertegenwoordigt ook zwangere vrouwen natuurlijk, hè? Ja. Ja. Wou je in de gaten? Ja. Denk ja, erom, ja, hè? Ja. Ik bedoel, ja. Katinka, wat vind jij daarvan? Ik ben een jonge vrouw. En ik denk dat er vele meer in Schiedam zijn inderdaad. En ik vind het een behoorlijk serieuze kwestie inderdaad. Er gaan behoorlijk wat filmpjes viral op Facebook waarin je vrouwen ziet die in 1 à 2 minuten aan het bevallen zijn in een auto inderdaad. En die hun volledige bevalling zelf moeten handelen. En dat is behoorlijk indrukwekkend om te zien, kan ik je vertellen. En ik denk dat wij er niet op zitten te wachten om zulke soort situaties op de A20 te hebben. Of op de nieuwe A4 zometeen. Dus ik denk dat, dat iets is waar we wel voor moeten waken inderdaad. En waarin wij wel een signaal kunnen afgeven als politiek. Waarvan wij zeggen, nou, we zijn het hier misschien niet mee eens inderdaad. En dat signaal, dat hebben gelukkig een aantal partijen al behartigd. Het CDA en de SP in ieder geval in Vlaardingen. En ik denk dat wij daar als gemeenteraad wel eens een keer de discussie over aan kunnen gaan. Of in ieder geval aan kunnen kaarten bij de wethouder in dat wij het er niet mee eens zijn. Maar het nieuws erin is wel dat het voorlopig nog niet gaat gebeuren. Zolang de A4 niet open is, gaat het niet gebeuren. En volgens het laatste persbericht wat ik heb gelezen, in ieder geval van Franciscus... vereniging of groep eigenlijk, is dat, dat het ook in 2016 nog niet aan de orde is inderdaad. Maar dat zijn de laatste berichtgevingen die ik in ieder geval of heb gelezen. Of de Rijksweg gaat heel laat open, dat kan ook natuurlijk. Maar... Nou, daar hoop ik helemaal op eigenlijk. Maar, Katinka, weet je of er ook in deze aanrijdtijden gelden? Om als er iemand in baringsnood is, laat ik het zo even zeggen, of ze dan binnen een bepaalde tijd een eerste hulppost of een ziekenhuis moeten kunnen bereiken. Want daar zou die regel natuurlijk helemaal niet nodig zijn en dan zou het gewoon open moeten blijven. Nee, maar ik bedoel, met wat Katinka zegt natuurlijk, de route. Ik ben zelf wel eens een aantal keren, dan moest je op bezoek bij een patiënt die dan in Franciscus lag. Dan moest je toch heel... heel vroeg van huis, of je moest echt via Overschie binnendoor, sluitdoor, om dan toch te zijn. Want dat is echt enorm druk. En ik denk dat er terechte onrust is over het feit dat als het zo is dat gedeelte van het ziekenhuis overgaat naar het gebouw waar nu het Franciscus is, dat voor heel veel mensen, zeker in onze regio, en dan ben ik ook wel eens met de SP'ers worden die daar al flink over in de bus geblazen hebben, dat probleem zeer serieus opgepakt wordt. Ja, en mensen in Vlaardingen en Sluis zitten nog verder weg, hè? Daar zitten wij nog naar verhouding relatief dichtbij. Nou, dus ik bedoel de onverkwikkelijke toestanden dat moeders moeten bevallen op de vluchtstrook. Daar zitten we niet op te wachten, hè? Nee. Zouden die bestaande richtlijnen met aanrijdtijden in deze, denk je? Wat betreft een bevalling eigenlijk niet, voor zover ik weet. Een bevalling is in principe geen nood, inderdaad. Maar ik vind het wel heel krom, inderdaad. Want op het moment dat het, wanneer jij voor je 37e week bevalt, inderdaad, dan moet je sowieso naar het ziekenhuis toe, inderdaad. En dan mag er geen thuisbevalling plaatsvinden. Dus ik denk dat daar in zekere zin wel een soort noodkwestie aan hangt, inderdaad. En ik denk dat we dat bericht dus ook gezamenlijk zouden moeten afgeven met elkaar. Dat daar wel een regelgeving voor gaat komen. Of in ieder geval dat we daarop gaan letten met elkaar. En het excuus van het bestuur van het gasthuis is dat zometeen wanneer de A4 open gaat, dat het knooppunt van Kleinpolderplein, dat verlicht zal worden en dat het dan wel zou kunnen, vind ik geen excuus. Want we zitten zometeen met een A4 waar eigenlijk nog een knooppunt gaat ontstaan. En ik denk dat daar dus eigenlijk alleen maar een probleem bij gaat komen inderdaad. In plaats van dat verkeersdruk zich zometeen gaat afnemen hier in de regio.
En ja, dan zit je wel in de knel als je inderdaad in Vlaardingen en Maassluis woont. Doen jullie mee met die handtekeningactie die volgende week overhandigd worden aan de bestuur van het ziekenhuis? Ik heb hem zelf persoonlijk wel getekend inderdaad, omdat ik het zelf heel belangrijk vond. En dan maar hopen dat er een heleboel zijn volgende week. Volgende week om 2:00 bij het Vlietland ziekenhuis, dan worden ze overhandigd. Of om 1:00 geloof ik, maar dan moet het in ieder geval zo worden dat het bestuur van het ziekenhuis zegt, we gaan er nog eens even hard over nadenken. Het zou mooi zijn als we gewoon Schiedamse baby's houden, toch? Ja, lijkt me ook, ja. Goed, we hebben nog iemand in het publiek, of wou je nog wat zeggen? Nee, hè? Nee. We gaan eens even kijken. Ik krijg net een notitie. Dolf in het publiek, die mag even deze kant op komen. Even zijn vraag ter tafel brengen. Gaat u lekker zitten. Welkom aan onze stamtafel. Dank u. Zo, ja, komt helemaal goed. U mag deze microfoon vasthouden. Oh, kijk, we hebben weer een nieuw gezicht. Het is net een ijshockeywedstrijd, hè? Er wordt heel de tijd gewisseld, hè? Ja, de bedoeling van de stamtafel is natuurlijk dat er op een gegeven moment 35 raadsleden gaan knokken om een plekje aan deze tafel te hebben. Ja, ja. Of we moeten een hele grote tafel maken, maar ja, dan wordt het ook een cacophonie, hè? Dat schiet ook niet op. Hartelijk welkom. Dank u. Waar kunnen wij u mee van dienst zijn? Ja, Dolf Biehuizen namens het Energiecollectief Schiedam. We zijn bezig met een aantal projecten hier in de stad. Zon op het Wennekerpand onder andere en dadelijk windturbines op 5 sluizen. Maar ik had even een iets andere vraag in dat verlengde. Ik had gehoord dat er een idee is aangenomen voor een revolving fund voor onder andere duurzame projecten en ook duurzame energieprojecten. En ik was benieuwd wat daar de status van was en benieuwd op welke manier daar burgers, maar ook het burgerinitiatief Energiek Schiedam. Ik begrijp dat u nog geen weerwoord gekregen heeft en dat u razend nieuwsgierig bent wat de politiek daarmee gedaan heeft. Onder andere, ja. Maar ook of daarin wordt meegenomen dadelijk dat bedrijven en burgers en burgerinitiatieven ook mee kunnen doen en investeren en kunnen profiteren van dat revolving fund. In uw zonnepanelen, in uw windmolen, et cetera. Ja. Iets bekend, Jeroen? Ja, ja, vorige keer toen wij de zomernota hebben behandeld, dus voor de zomer, toen is er een toezegging gekomen van de wethouder. Waarin werd gezegd, ja, zo'n revolving fund, dat is heel interessant. En even heel kort uitleggend wat het is. Het is eigenlijk een fonds waar een bepaald bedrag ingestopt wordt, waaruit vervolgens mensen kunnen lenen om duurzame ontwikkelingen te gaan doen. Vervolgens, want ja, iedereen weet inmiddels wel dat een zonnepaneel ook gewoon geld oplevert. Dus dat fonds, dat stort vanzelf weer terug. En ja, er komt rendement uit. Dus ja, dat fonds zegt dat er 1000 euro in zit. Op een gegeven moment zit er gewoon 2000 euro in. Dus je hebt een soort soort uitwaaierende spiraal, een soort vliegwiel. En dat is het hele idee van zo'n revolving fund. En de wethouder heeft dat toen bij de zomernota toegezegd. Dat ze dat heel interessant vond en dat ze dat ging uitwerken. Maar Het staat niet in de begroting nu. Hey. Dat viel mij ook een beetje tegen. Terwijl het wel een kans is. Ik las toevallig van de week nog dat Amsterdam nu met zo'n fonds begint. Het is geen gekke gedachte. Het is niet zo dat het een belachelijk idee is. Het is door vele groten zijn ons al voorgegaan. Het is jammer dat wij daar toch net weer niet zo heel snel in zijn. Maar, en ik vind het leuk, want het Schiedams Energiecollectief is natuurlijk een organisatie die eigenlijk uit zichzelf al een soort revolving fund is. Ik bedoel, nou met crowdfunding wordt het Wennekerpand gedaan. En dat laat eigenlijk heel goed zien hoe het kan. En dat laat eigenlijk ook heel goed zien hoe organisaties als de gemeente met organisaties uit het veld, zeg maar, kunnen gaan samenwerken. En ik vind het als een goede stimulans om daar bij de begroting inderdaad nog eens een keer goed naar te gaan vragen. Nou ja. Maar hij staat er niet in de begroting, dus meneer krijgt nog niks aan geld te zien. Nee, maar wat niet is, kan nog komen. Ja. Dus dat is mijn. Ik probeer altijd een beetje positief in het leven te staan. Ja. Ik had hem natuurlijk het liefst in de begroting gezien. Ja. We gaan zeker vragen hoe het ermee staat. Ja. Tevreden? Ja, prima. Nog niet helemaal natuurlijk, maar nou, het leeft. Snelheid kan altijd wat omhoog natuurlijk, maar zorgvuldigheid in deze is ook zeer goed. En met name de participatie van ook bedrijfsleven hierin zou denk ik een hele goede zijn. Ja, oké. Okay. Heeft u zelf zonnepanelen op dak? Die passen niet op mijn dak, daarom wacht ik op die windturbine. Heeft u zo'n groot of zo'n klein dak? Ik heb een klein dak, schuin, nou, dus goed. Dat gaat niet werken. Maar misschien de techniek, hè? Het gaat verder. Mag ik nog even vragen, welke bedrijven en welke particuliere organisaties of welke burgers hebben zich aangesloten bij uw initiatief? Daar hebben een aantal burgers zich op dit initiatief gezet. En het energiecollectief Energiek Schiedam. Ja. Door middel van crowdfunding gaan we zonnepanelen
op het werkpand zetten. Die panelen verdienen zichzelf uiteraard terug. Burgers die aan die crowdfunding meedoen kunnen kiezen of ze dat in geld willen uitgekeerd hebben of in stroom. Dat kan. En ze kunnen lid worden van de energiecoöperatie. Ja. En dat gaat allemaal dit laatste kwartaal spelen. Ja. Bent u ook bekend met het fenomeen het VVJ-platform? Mm-hmm. Ja. Daar zijn een aantal mensen die dat opgezet hebben en nu samenwerken met de gemeente. Ze hebben nu een desk gekregen in het gebouw van de SOBO. Ja. Waar dus alle vereniging van eigenaren, dat is de afkorting VVJ, moet ik zeggen, voorgelicht worden. Want er blijkt dus echt een ontzettend hiaat in de kennis te zijn. Heel veel mensen wisten niet eens dat ze verplicht lid waren, bijvoorbeeld van een vereniging van eigenaren. Die hebben ook dit initiatief, zeggen ze, energie, goedkoper en duurzaamheid van de gebouwen. En ik zou het heel erg toejuichen. En als u nog niet bekend bent, contact zoeken met deze mensen. Ja, wij hebben contact met de instellingen. Ja. En wij richten ons eerst op een aantal grootschalige projecten. Ja. Waar we echt opwekken, grootschalig. Waar dan burgers van kunnen profiteren. En uiteindelijk ook bedrijven, vandaar Vijf Sluizen, de windturbines. Ja. En de aansluiting met de VVS komt er zeker. Dat is een belangrijke... om dat goed te doen. De mensen die lid zijn van de VVJ kunnen sowieso dadelijk, wanneer ze zonnepanelen hebben en terugleveren, ook via het collectief dat gaan doen. Ja. En wanneer wij met de zonnepanelen op werkpand gaan beginnen, hopen we ook dat we snel kunnen beginnen met een maandelijks of tweemaandelijks energiek café in het werkpand. Okay. Waar we dus ook bijvoorbeeld, dat hebben we al een keer besproken met Rob Huis. Om daar dus bijvoorbeeld voor VVE's duidelijk voorlichting te geven. Wat zijn de mogelijkheden en hoe kunnen we ook collectief verdere stappen maken? Kijk, ja, dat sluit helemaal aan bij ook het initiatief wat de meeste gemeenteraadsleden voorstaan. Burgerinitiatief. Laten we nou met z'n allen out of the box een keer durven denken. Kom met goede dingen en dan moet eigenlijk de gemeente goed kunnen faciliteren. En die richting gaan we nu op en ik denk dat dit een mooi initiatief daarin is. Ja. Café, de biertap loopt alleen als de zon schijnt of niet? Nou, dan weet ik niet hoe dat gaat werken, maar dat kunnen we nog vragen. Het energiecafé is een idee van hoe kunnen we het werkenpand ook op andere momenten dat daar niet zoveel bezetting is gebruiken. En een van de ideeën was om daar een energiek café te doen, waarbij we dus duurzame zaken kunnen agenderen. En of het nou gaat over iets wat betrekking heeft op het burgerinitiatief Energiek Schiedam of inderdaad voorlichting aan VVE's. Maar het kan ook iets zijn als een revolving fund komt, dat je daar mensen uitnodigt op die plek om daarover te spreken. Dat het een begrip gaat worden in Schiedam. Lekker informeel, net als zo hier aan tafel praten over dit soort toestanden. Ja, en nog wel veel informeler. Nog informeler. Ja. Oké, dank u wel. Succes ermee. Graag gedaan. En we hopen dat de pot ooit een keer gevuld wordt natuurlijk. Zodat meneer daar met zijn ideeën wat aan heeft. Hè? Nou ja, het is uiteindelijk een middel. Hè. Het doel is natuurlijk het verduurzamen van de samenleving. En het middel zou zo'n revolving fund kunnen zijn. Ja, ja. Andere manieren zijn ook. Er zijn ook geruchten dat er zonnepanelen boven op het stadskantoor zouden kunnen komen. Hè? Wel eens iets van gehoord? Daar heb ik natuurlijk ook wel eens gevraagd, want je moet als gemeente natuurlijk het goede voorbeeld geven. Het schijnt zo te zijn, ik ben nooit op dat dak geweest, maar dat daar zoveel technische dingen staan, liftkokers en ventilatieschachten en allemaal, dat een beetje tegenvalt. Of nog niet afgestoken vuurwerk uit het verleden. Ja, wie weet. Ik moet misschien eens een kijkje nemen daar op de 13e, 14e verdieping. Maar bijvoorbeeld het theater aan de Schie, dat is bijvoorbeeld ook weer een geschikt dak. En daar wordt ook aan gewerkt door het theater zelf. Dus er zijn allerlei bewegingen en dat is natuurlijk hartstikke goed. Ja, ja. We hebben het er straks al heel even over gehad. De nieuwe verlengde A4 die er gaat komen. Ik vroeg mij af, het is de scheiding tussen Schiedam en Vlaardingen. En de Rijksweg zelf is ongetwijfeld van Rijkswaterstaat. Maar van wie is nou het dak boven? Is dat de helft van Vlaardingen en de helft van Schiedam? Ik heb die vraag ook een keer gesteld. Want het heeft ook lang geduurd voordat we de antwoord op kregen. Maar de grond is van Rijkswaterstaat. Oh, ja. Dus het dak ook. Als jij bij mij op de aanbouw waar mijn keuken zit, bij mij thuis opeens iets zou gaan bouwen, dan zou ik daar iets van moeten vinden natuurlijk. Ja, ja. Dan was het maar vanwege calamiteiten en omdat er in de gaten moet worden gehouden dat ze
dat niet zwaar is wat er gebouwd wordt. Als wij er opeens een torenflat op bouwen, dan zakt misschien de tunnel wel in. Dus het is van Rijkswaterstaat. Ja, ja. Schiedam mag het gebruiken, maar er zijn voorwaarden. Ik las van de week ook dat het nog even duurt voordat er geheid gaat worden. Ik denk, dat lijkt me toch lastig op het tunneldak, want een paal midden ineens op de weg lijkt me ook niet handig. Ik ben geen bouwkundig ingenieur en bij vragen als deze ben ik daar alleen maar blij om. Ja, ja. Ik had... gebouwd waren. Ja, ja. Het is natuurlijk de bak waar het dak op staat en daar komen vleugels aan waar dus de parkeerfaciliteiten enzovoorts onder staan. En ik denk dat daarvoor geheid moet worden. Ja, ja. Maar het is niet zo dat als ik dadelijk ga hockeyen dat ik de eerste helft op Vlaardings grondgebied speel en de tweede helft op Schiedams grondgebied. Ja. Ik wist niet dat je hockeyde. Ja, ja. Ik ook niet, maar dat maakt het best leuk. Het is allemaal het is binnen de Schiedamse gemeentegrenzen, maar het is geen Schiedams grondgebied als in dat gemeente. Maar dat maakt de zaak niet simpeler, denk ik. Dan moet je elke keer met drie partijen gaan overleggen. Nee, nou doe je, neem ik aan, op die ontsluiting van Vlaardingse zijde. Ja, ja, ja. Ja. Zoals ik het heb begrepen is die ontsluiting er gewoon. Alleen op dit moment dan niet voor auto's. Dus dat betekent dat mensen in Vlaardingen een auto in de wijk gaan parkeren en het laatste stukje lopen. Ik denk niet dat het voor Vlaardingen een wenselijke situatie is, zoals we het nu hebben opgelost. Maar goed, maar dat is verder aan. Er worden aan alle kanten alternatieven aangedragen, las ik in de krant. Dus we gaan dat maar even afwachten. En de weg is ook nog niet open. Ja, maar dat is weer een ontsluiting aan de Schiedamse zijde. Ja. Dat volg ik natuurlijk wel met heel veel interesse. Ik bedoel, dat is van de Vlaardingse zijde ook, maar dat is nou eenmaal daar een besluit waar wij geen invloed op hebben. Okay. Maar die Schiedamse zijde, dat volgt. Niet alleen ik, maar de hele gemeenteraad, weet ik zeker, met heel veel interesse. Okay. We gaan het volgen. De volgende keer is de standtafel over 5 weken. Dan zitten we niet hier, maar dan mag u schaatsen meenemen, want dan gaan we naar Winterland. En ja, of u dan op het gladde ijs gaat komen, dat zien we dan wel weer. Ben je de volgende keer weer bij? Ik heb het in mijn agenda gezet. Ja, heb je het in zijn agenda gezet. U ook bedankt voor uw inbreng. Meneer Van Wingerden neemt ook zijn schaatsen mee de volgende keer, denk ik. Ik zal heel ver, heel diep moeten zoeken, maar ik dacht dat ik alleen nog staal en oor had. En ik wist niet dat je dan op die baan mag. Nee, maar het feit dat u ze meeneemt zou wel ontzettend interessant zijn natuurlijk. Hè? Misschien, als ze mijn maat hebben, dan ga ik probeer ik echt wel een rondje te maken. Goed zo. Ja. We zien u graag. Hartelijk dank, ook de kijkers thuis, de mensen hier. Hartelijk dank die aanwezig waren. Het is over 5 weken weer. Dan is het 21 november en dan staat onze studio in Winterland in het horecagedeelte. Dus komt u daar dan gezellig kijken. Heren, voor nu bedankt en graag tot de volgende keer.